matten had apenuutjes en sinneblompitjes ophong voor de vogeltjes. Zaken het zwartkopje komt er het eerst op aan. Ik ben het eerste, matten. Oh, nou, dat mooi wel van mij. Oh, wat is toch een mooi vogeltje. En wat is toch een mooi zwartkopje. Daarom nemen ze mij ook zwartkopje. Begrijpst wel? Oh ja. Maar nou wil ik eerst wat van die zinneblompitsje zitten. Doe maar, ja, doe maar. Het zwartkopje had zo'n honger. Dat zucht matten wel. Maar de handen in de boezen stiet matten naar het vogeltje te zien. Wat kan dat biske eten? De pitsjes binnen samen op. Zaken had ik wel zin om een apenuten. Hij wipt op het riet en maakt het een gatje in het dop van een apenuut. De triet gaat heen en weer. Maar Zaken valt er net al. Oh, goeie! Wat bist u linig, zeg. En handig? Ik ken haast wel op een kop hangen. Kan stozen het apenuten dopje matten? Nee, nee, dat ken ik niet. Maar dan has de scherpe snavel en die heb ik niet. Zaken eet maar terug. De ene apenuut naar de oren maakt er maar de snavel iepen. Maar dan gaat er wat verkeerd. Twee mosjes komen op het etensplankje van matten ta. Ze ha ik honger en wil ik apenuten en zinneblompitsjes ha. Maar nou wordt Zaken lelijk. Hij vlucht omheen naar de mosjes ta. Wat? Wat stomme mosjes? Dat eten is van mij. Ik zil je hem. Bloed van die pitsjes al. Dat binnen mijn apenuten. De mosjes werden zuiver een beetje bang voor die vogel maar die zwarte kop. Ze weten net wat ze zullen. Uit naaien? Maar ze had zijn honger. En hier is genoeg. Lokkig is matten er ook nog. Hij vindt Zaken nou net lief. Kom maar, mosjes! Mosjes! Niet bij je, kom je maar. Nee! Het eten op het plankje is voor alle vogels Zaken. En niet alleen een verdij. Dat is niet aardig. Als je niet delen kiest, dan mag je maar voortdien. Zaken schamt hem een beetje. Matten had gelijk. Er is eten genoeg voor alle vogeltjes. En ze kunnen best delen. Het zwartkopje gaat een aantje van zitten. Ze kennen de orenvogeltjes direct bij. Even later zitten er al fjouwer vogeltjes op Martens zijn etensplankje. Ik maak weer aan het werk. De apenuten zijn al als verop. Wat kan die vogeltjes eten? Martens draaft op hoezoen. Op een nij maakt er een lange string apenuten. Lokker is de poede apenuten dan net leeg. En oors had Minke wel meer in de winkel. Matten zucht naar boeten. Wat liek het dat fleurig. Al die vogeltjes op het etensplankje. En mijn Zaken, die gaat het ook goed mee. Die is net lelijk meer. Manje is er op een nijenavontuur van Matten de Moes. Nou lekker koesen en ontmanje.